Het nieuws dat Marco Borsato wordt vervolgd voor een zedendelict met een minderjarige is in Nederland ingeslagen als een bom. Collega-artiesten Tino Martin en Mart Hoogkamer, die beide dit jaar meerdere odes brachten aan de zanger, reageren bij ons voor het eerst op het schokkende nieuws. Laten we gewoon even afwachten tot het voor de rechter is geweest. Iedereen weet het nu wel. De hele dag door die social media en al die kranten met zulke grote foto's en koppen erop. Laten we gewoon even afwachten tot het voor de rechter is geweest. Ik draai er thuis nog wel eens een van hem, stiekem, als ik alleen ben. Het afgelopen jaar besluit Tino het repertoire van de zanger te coveren. Ben je verdrietig? Of ben je vrij? Ook Mart Hoogkamer zingt eerder dit jaar tijdens zijn concert in Ahoy een nummer van Marco Borsato. Ja, zijn liedjes zelf vind ik fantastisch. Ja, ja. We wisten dit met z'n allen, al maanden. En nu worden er andere dingen gezegd, dat weten we ook al maanden. Dus ik wacht gewoon niks is de rechter af. En dan wil ik het hier nog wel een keer over praten. Ik vind het gewoon diep triest, omdat er alleen maar verliezers hieruit zijn. Ja, ook dat. Ja, ze reageren een beetje gelaten en afwachtend. Ze vallen Marco niet af. Nee, maar dat is ook een beetje de teneur nu, hè. Ik merk ook dat heel veel mensen toch een beetje op eieren lopen. Dat het een heikele zaak is. Je kan aan de ene kant zeggen, terecht ook, de zaak moet nog uiteindelijk voor de rechter komen. En die zal dan uiteindelijk in al zijn of haar wijsheid wel besluiten wat het vonnis wordt. Tegelijkertijd, en je wil natuurlijk ook niet het slachtoffer afvallen. Hè? Daar hebben we het natuurlijk al met z'n allen vrij snel over. Dat het natuurlijk ook naar de slachtoffer toe respect moet tonen. Hè? Dat we niet gelijk met z'n allen gaan zeggen dat Marco onschuldig is. Want dat moet inderdaad nog blijken. Aan de andere kant, en dan kijk ik ook even naar mezelf. Ik ken hem ook al echt al heel erg lang. Ik weet van deze zaak verder niet veel. En wat eruit komt, komt eruit. Maar ik ken hem als iemand bij wie ik me dit totaal niet kan voorstellen. Dat zegt helemaal niks, hoor. Laat ik daar duidelijk over zijn. Maar Marco is een hele ontzettend aimabele, lieve man die inderdaad op zijn Italiaans iedereen gelijk beetpakt. Hij geeft me ook een hug, geeft je een kus. Is heel lichamelijk. En dat wil niet zeggen dat je natuurlijk overal maar je vinger in moet stoppen om het even heel plat uit te drukken. Maar het is, ik vind het een lastig verhaal. Ja. Hoe kijken jullie ernaar? Ja, weet je, ik vind, iedereen is maar aan het speculeren nu. En ik denk ook dat het gewoon naar alle partijen niet ziek is. Gewoon, weet je. Ik denk gewoon dat we gewoon allemaal stil moeten zijn. Gewoon netjes moeten afwachten wat de rechter beslist. Want we zijn er allemaal niet bij geweest. We weten allemaal niet wat er gebeurd is. En ik denk ook dat we zowel Marco als het slachtoffer er niet mee helpen. Mee helpen ook, weet je, al dat gespeculeer. Want iedereen heeft weer meningen. Heel social media staat. Er worden allemaal mensen beschadigd. Kinderen van mensen, kennissen van mensen. Laten we gewoon even onze mond houden. Pas op de plaats nemen. Wachten tot wat de rechter beslist. En laten we dan allemaal zeggen wat we ervan vinden. Ja, nee, ik ben het daarmee eens. Ik heb wel een idee over wat ik vind over het draaien van de muziek en zo, maar daar komen we misschien zo dadelijk nog op. Ja, nou, ik weet dat de afgelopen tijd dat er wel wat mensen zijn geweest die zich erover hebben uitgesproken. Want het heeft 2 jaar lang geduurd voordat er iets gebeurde. Kijk, Connie Witteman, en die heeft een hele speciale band met Marco, want die is uiteindelijk degene geweest die hem aan Leontien Ruiters gekoppeld heeft tijdens die dinertje bij haar thuis in Wassenaar toen, in de Breukhoven. En die heeft ook best wel wat boude uitspraken gedaan. Die heeft het zelfs over herstelbetalingen gehad. Die zei, ja, ik kan me daar werkelijk niks bij voorstellen. Hij wordt natuurlijk al 2 jaar lang wordt hij van alle kanten gebashed. Dat kost hem heel veel geld. Ik denk niet dat dat Marco's eerste prioriteit nu is. Maar goed, ze bedoelt het Connie kennende goed. Maar ook iemand als Wolter Kroes, die hem al 35 jaar kent en die eigenlijk er een beetje hetzelfde in zit zoals ik dat ook voel. Van, ja, ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. En Henny Huisman, die hem natuurlijk ook als geen ander kent, die hem feitelijk zijn eerste zetje heeft gegeven toen met de Soundmix Show. Ja. Die zegt, ja, weet je, hij is zo Italiaans in zijn omgang. Dan hebben we het dus niet nogmaals over een zaak zoals met dat meisje van 15. Maar gewoon in het algemeen zou je kunnen denken, goh, wat is die man lijfelijk, wat is die, hè? Wat zit die snel aan mensen? Maar zo is hij inderdaad. We hebben natuurlijk die mensen vandaag, dus we hebben weer een aantal mensen geprobeerd te bereiken. Van willen ze misschien er nu iets over kwijt, nu dit nieuws naar buiten is gekomen. Maar dan blijft het inderdaad wat stiller. Je merkt nu, zoals ik in het begin het ook zei, dat mensen een beetje op eieren lopen. Dat ze gewoon eigenlijk niet zo goed weten. Het is natuurlijk ook een zaak waar je gewoon niet zoveel, wat jij ook net zei, je kunt er niet zoveel over zeggen meer. Want je kunt het ook niet goed doen, toch? Nee, je kunt het niet goed doen. Je moet afwachten wat er gebeurt. En we hebben wel eerder zaken gehad waarbij iemand, waarvan iedereen zei, nou, dat is duidelijk hoe het gebeurd is en dat werd vrijgesproken en omgekeerd. Ja.
Er zijn maar twee mensen, minimaal in ieder geval, die hier weten hoe het gebeurd is. En dat is Marco en het slachtoffer. Ja. Als dat slachtoffer en Marco elkaar natuurlijk überhaupt... Vermeend slachtoffer, moeten we ook zeggen. We zeggen het slachtoffer, maar ook die is natuurlijk vermeend. Nee, want ook dat wordt gezegd, hè, van, want dat meisje heeft een dagboek bijgehouden. En dat zal op een bijna forensische manier... zal dat ook door het OM onderzocht zijn, of in ieder geval het verzoek daartoe. Ik heb ook de indruk dat het daarom ook zo lang geduurd heeft... omdat ze echt zeker van hun zaak willen zijn. Dus ja, we moeten het inderdaad afwachten. Ja, gisteren hebben we besproken dat de radiostations, totdat er geen veroordeling is, dat ze gewoon Marco's muziek blijven draaien. Maar dan hoorden we vanochtend bij 538 dat de meningen toch verschillen. Best een felle discussie. Tim Klein die heeft de ochtendshow. Tim Klein zit natuurlijk ook vaak hier aan de desk als deskundige. Die had met zijn team daar een discussie over of je wel of niet die muziek nog moet draaien. En dit gebeurde er. Het voelt gewoon nu niet goed om nog een plaat van Marco Borsato te draaien. Ik ben het wel eens met Tim. Ja? Ja, dat voelt niet goed. Maar hij is nog niet veroordeeld. Hij is niet veroordeeld. Hij is nog steeds onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus jullie duwen nu het stempel veroordeeld op zijn reet. Ik moet zeggen, ik ben toch wel gedeeltelijk eens met Niels. Nee. Het is echt gelul. Interessante discussie? Ja. Want? Ja, het is zoals het is. Ja, er is nog niemand veroordeeld. Dus ja, waarom zou je de muziek dan niet mogen horen? Ik vind het zelfs nog... Ik ga daar nog verder in. Zelfs als hij veroordeeld wordt... dan heeft hij muziek gemaakt wat mensen in hun hart geraakt hebben. En die muziek die is niet anders na een veroordeling. Dus ik vind, zoals een schilder een schilderij maakt... waar ook van schilders weten we, fotografen... kennen we ook allemaal verhalen over dingen die gebeuren. Niet over mijn buurman, maar wel. Tenminste, nog niet. Maar je kijkt naar foto's en dat zijn prachtige foto's. En die liedjes die spreken voor zichzelf en die doen mensen wat. En ik denk dat dat niets te maken heeft met wat uiteindelijk met de kunstenaar... Om even heel cru te zijn. Het is eigenlijk ingewikkelder dan dat. Want een fotograaf die staat over het algemeen in zijn eentje foto's te klikken. Maar een muzikant die werkt misschien met 6 mensen. En die hebben ook een gezin. En die worden ook getroffen als die nummers van Marco niet gedraaid worden. Dus eigenlijk moet je dan even kijken naar... Je kan niet zeg maar dus door die ene man... Stel dat het, dat het eruit komt dat die wel schuldig is. Kan je niet zeggen, door één iemand gaat iedereen die ermee te maken heeft gelijk... boef, van de radio af en klaar. Nog cruwer zeggen. Kijk, we zeggen natuurlijk Marco's muziek. Maar het is natuurlijk, in het grootste gedeelte is het John Eubanks' muziek. Het zijn zijn teksten, vaak van Italiaanse muzikanten de muziek. Dus het is nog niet eens zijn werk. Hij heeft het groot gemaakt, hij heeft het vertolkt, hij heeft het groot gemaakt... Maar inderdaad, wat hij zegt, het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. We hebben het even voorgelegd aan Nederland. Hoe zij daarover denken, kan Marco's muziek in ieder geval nu... voordat hij veroordeeld is, gedraaid worden op de radio? Ja, en dat is best een kwalitatieve steekproef geweest, als ze dat noemen. Bijna 2000 mensen zijn door het team van Maurice de Hond... toch een expert gevraagd hoe zij erin staan. Nou, de uitslag is als volgt. De vraag was, mag de muziek van Marco nog gedraaid worden op de radio? 68% zegt ja, een ruime meerderheid, ruim 2/3. 11% zegt ik weet het niet of heeft geen mening. En 21% zegt nee. Nou, ik vind dat best een opvallende uitslag. Ik had verwacht dat het iets meer in het 50-50 zou zijn. Maar je ziet toch dat ik denk, ook hoe René erover praat en ook William... dat Nederland daar toch ook een beetje zo in zit. Wij zijn sowieso redelijk vergevingsgezind. Hè? Nederland houdt ook van de underdog. Nou, als je een misdaad hebt begaan, is dat natuurlijk niet een positie waar je in zit. Maar het is wel zo, als mensen heel diep door het stof gaan... en ook toegeven dat ze iets hebben gedaan als het bewezen is... het liefst eerder natuurlijk. En je brengt dat gewoon op een sympathieke manier... dat je in Nederland wel al vrij snel weer een wit voetje kunt halen, heb ik het idee. Dat is al vrij ver vooruitgedacht. Want ik dacht, is het überhaupt... We hebben het over het draaien van zijn muziek nu... maar een terugkeer van hem in de showbiz, achten jullie dat... Maar dat kun je toch helemaal niet zeggen. Er is nog helemaal geen uitspraak, niks. Dat is toch speculeren, dat slaat nergens op. Maar dan nog, speculeren is een beetje voor een deel mijn vak. Dus laat ik zeggen dat... als hij inderdaad, wat ik net zeg, stel dat hij veroordeeld wordt... dan wordt het een lastig verhaal, denk ik. Maar zelfs als hij vrijgesproken wordt, blijft dit toch altijd aan hem kleven. Want wat gebeurt er als er straks bijvoorbeeld, ik noem maar wat, geseponeerd wordt... omdat ze gewoon het bewijs niet rondkrijgen? Het OM denkt een sterke zaak te hebben. Maar als er gewoon uiteindelijk toch niet genoeg bewijs is... want het is toch een 1-op-1 situatie dan wellicht...
Ja, dan blijft altijd dan rondgaan. Ja, weet je, ze hebben het niet kunnen bewijzen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurd is. Je ziet het is. Nu al, hè? Waar rook is, is vuur, staat op al heel veel comments. Exact. Dus, ja. Exact. Ja. Dus hem staat wel een hele lange, zware tijd te wachten, denk ik. En, ja. Ja, maar waar kan Marco dan aankloppen als hij dus uiteindelijk misschien zelfs onschuldig wordt bevonden door de rechter? Waar kan hij dan naartoe om alle schade die hij nu heeft gehad, wat over het algemeen natuurlijk heel veel financieel is en ook emotioneel is. Waar kan hij aankloppen? Waar kan hij aankloppen en wie kijkt dan weer om naar hem? Niet dat ik hem verdedig of wat dan ook. Maar ik vind het een goede vraag. Ja, ik denk uiteindelijk degene die de schade veroorzaakt heeft, dat natuurlijk de eerste persoon is waar je die ook neerlegt. En die heeft hij ook al aangeklaagd voor smaad en laster. En dat is van het advocaten echtpaar Knoops die Marco verdedigen. Die hebben die zaak sowieso al neergelegd. En zij zeggen ook, wat ik ervan begreep, over, ik meen, 29 ontlastende verklaringen of feiten te hebben. Ja. AD Charge van Marco. En die zaak loopt ook nog. Dus dat komt er ook nog eens een keertje bij. Ja.